Daar hangt hij dan, Louis Armstrong. Een paar jaar geleden had ik een boek over jazz. En het boek sloeg ik open en ik zag in één keer Louis Armstrong. Nou ja, iedereen kent natuurlijk Louis Armstrong. En ik zet regelmatig jazzmuziek aan. En ik vind zijn stem ook geweldig, mooi, warm en heerlijk overkomen. En dan met zijn trompet erbij, met zijn zakdoekje. Ik denk, dat moet ik vereeuwigen op het doek. Dat geeft me gewoon kippenvel, op een goede manier natuurlijk. Mijn bedoeling was om hem een beetje een gevoel te geven dat hij in de Cotton Club zat in Amerika, in New York. Die sfeer terughalen van de jaren 40 en de jaren 50. En dan ook in de schijnwerpers met lichtinval op zijn gezicht, op zijn trompet. En natuurlijk ook zijn zakdoek. En dan laag op laag komt hij langzamerhand naar voren. Hier hangt hij inderdaad prachtig en in deze schoonheidssalon hier in de Haagse Beemden hebben we al heel veel reacties over gehad. Als je dichtbij kijkt, dan zie je alleen maar ja, soorten verf. En als je van de ver af kijkt, dan zie je gewoon meteen Satchmo. En dat wordt ook herkend door bepaalde mensen. Dat vond ik zo mooi om te zien. It's a beautiful world. Nou ja, hij heeft heel veel teksten die ontzettend leuk zijn om aan vrouwen te laten horen. Dream a little dream of me. Ja, dat begint al met een trompet. En dan hoor je een vrouw op de achtergrond. Poedoe, 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 poedoe. En hij zong ook altijd zonder woorden te zingen. Hè? Ta, 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 pipi, da, da, do. Ja, ik kan niet zo goed zingen als hij natuurlijk. Maar dat deed hij met een hele zware stip. Ja, heerlijk nummer. Prachtig. Ja, die zou ik nog wel een keer een sfeerbeeld willen opzetten. Dream a little dream of